3D-printen is hot. Greenpack organiseert het event op het gebied van 3D-printen en scannen. 3D-print EU. Geert, we zijn hier bij jouw beurs. Dit heb jij georganiseerd. Wat gebeurt hier allemaal? Dit is 3D-print EU. Beurs op het gebied van 3D-printen. Organiseren we vanuit Greenpack. Greenpack is een expertisecentrum op het gebied van kunststoffen, composieten en vezels. En wij doen onderzoek op het gebied van kunststoffen. Heb je ook een link met het bedrijfsleven? Ja, alle onderzoeken die wij binnen de hogescholen doen, die zijn gekoppeld aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. We doen dus niet ons eigen onderzoek, maar samen met bedrijven. Dus we halen binnen de bedrijven concrete problemen op en daar gaan we mee aan de slag. Samen met docenten, maar ook met studenten. Een van jullie speerpunten is toch ook om al vroeg in het onderwijs die 3D-printer te introduceren. Hoe zie je dat voor je dan? Ja, dat is inderdaad, voor het basisonderwijs willen we eigenlijk al een soort 3D-printmodule inbouwen. Die lespakketten die zijn belangrijk voor de kinderen, maar ook voor de onderwijzers. De juffrouwen en de meesters moeten ook vertrouwd raken met de technologie. Okay, en het doel daarvan is dat uiteindelijk, dat omdat ze het op zo'n jonge leeftijd al zien en ervaren, dat ze een andere manier van denken krijgen later voor het ontwerpen, mochten ze daarin door willen gaan. Dat is inderdaad de strekking van de lesprogramma's, dat ze design voor printing, concept, gedachtegoed zich al eigen maken. Dit zijn allemaal materialen die gebruikt worden om te printen. Ja. En wat doet u precies? Nou, wat wij doen binnen Greenpark is dat wij nieuwe materialen ontwikkelen waarmee je kunt 3D printen. Dus we hebben als voorbeeld hier een nieuw materiaal ontwikkeld waar een geurtje aan kleeft. Ik kan dat even laten ruiken. Oh wauw, dus lekker, heel fris. Het is ook nog een beetje elastisch. Met deze materialen kun je dus ook producten printen die elastisch zijn. De medische industrie is ook al helemaal een hype. Kijk wat er van gemaakt wordt. Een arm brace. Komt gewoon uit de printer. Super grote printers. Een hele fiets geprint in 3D. Dit zijn de jongste ondernemers van iLab. De toekomst als het ware, hè, jongens. Wat doen jullie? Nieuw type 3D printer met nieuwe technologie. Waarbij we een bestaande techniek aanpassen naar een moderne systeem. Wat houdt het in? Nou, het is vooral eigenlijk bedoeld voor tandtechnische toepassingen, dus we willen echt een hele hoge positie halen, maar ook kunnen concurreren met het aanbod al in de markt. Dus we willen echt zorgen dat het zowel heel precies is, maar ook een betaalbare printer uitkomt. Jij bent meer van het zakelijk gedeelte van Greenpack, want jij begeleidt start-ups, hè? Klopt, we zijn eigenlijk de ondernemende kant van het Greenpack-verhaal. We begeleiden start-ups in de kunststofindustrie. Wat wij bieden op het iLab is een aantal lijnen. Dus we bieden een innovatielijn waar Kennispoort de start-ups helpt met de innovatieprocessen. We bieden een coachlijn, dus we coachen zelf de ondernemers vooral ook op persoonlijke eigenschappen. Ben je nou die ondernemer? Hoe zorgen dat je die ondernemer wordt? En op expertise. Wij willen er geen geld aan verdienen, we willen gewoon die starten helpen. Wauw. Mocht jij een goed idee hebben op het gebied van 3D-printen en met name kunststof, dan weet je nu waar je moet zijn.